Zo, hallo, daar zijn we weer. Op bezoek bij Vredestein, nou, een Nederlands fabrikant van autobanden. Daar kunnen we best trots op zijn, maar wel met Italiaans design, dus dat past dan op zich wel weer een beetje bij mij. Ja, en in deze periode dat er heel veel discussies over banden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die dingen worden gemaakt en wat de belangrijke eigenschappen zijn. En ja, is het nou alleen maar een klomp rubber of is er meer wat daarbij hoort? We gaan even kijken. Kijk, en hier begint het allemaal mee. Dit is een blok natuurrubber. En zoals jullie weten, dat komt van de rubberboom. En die groeit met name in Afrika. Deze batch komt uit Nigeria. Maar we hebben hier ook wat kunstrubbers, zeg maar. Neprubber. Dit ziet er nou al niet eens meer uit als rubber. Maar dit nog wel een beetje. Alleen nu denken jullie natuurlijk... Oh, we smelten dit en we trappen dit in een mal en dan heb je een band. Maar zo simpel ligt dat niet. Behalve rubber is er nog één hele belangrijke toevoeging aan banden. En ik heb het hier in mijn handen en dat is silica. Dat is iets van de afgelopen 10, 15 jaar. Een soort hele zuivere vorm van zand. Dit goedje zorgt ervoor dat je die banden precies de juiste eigenschappen kan geven. Dit goedje zorgt er ook voor dat het nu zinvol wordt om op winterbanden te gaan rijden. Want vroeger waren dat hele grove profielen, herriemakend en weet ik veel wat. Nou, ik ga straks allemaal laten zien hoe dat nu zit. Maar vergeet het niet, silica, het wondermiddel. Al die ingrediënten die worden gemengd tot een aantal rubbersamenstellingen. We hebben hier een viertal en die worden door een machine heen gehaald onder hoge druk en dan eigenlijk gesmolten. En daarmee wordt de basis van het loopvlak van de band gemaakt. En die is daar, dus loopt u maar even mee. Mooi spul, hè? En u vraagt natuurlijk af, heb ik hier zo'n slap stukje rubber, heel mooi ingrediënt aan toegevoegd, maar hoe kan ik hier nou in godsnaam 260 km per uur op de autobahn mee gaan rijden? Nou, dat kan ik niet zomaar, maar er gaan nog een aantal dingen bij, waaronder dit staaldraad. En hier achter mij staan de mannen die, nou 8 uur lang heb ik me laten vertellen, dit door een weefapparaat heen gooien. En ja, dit gaat ervoor zorgen dat de band wat steviger is dan als we hem alleen maar van dit slappe rubber maken. Er zijn 6 ingrediënten die uiteindelijk leiden tot het begin van de band, de zogenaamde green tire. De hielen, de zijkanten, staalgordel, loopvlak, voering en karkas. Daarmee begin van de band. Nou, dit lijkt er nog niet helemaal op wat je zelf op een auto ziet, dus daar moet nog wat aan gebeuren. Hier gaat die green tire de oven in, wordt afgebakken om het heel simpel te zeggen en komt er dan als een band aan de andere kant uit. En voilà, uw band is klaar. Nou, weten jullie allemaal hoe ik met mijn banden omga? En hebben ze er hier een paar liggen? Dus ik ga even zoeken of ze mijn maat ook ergens hier hebben liggen. Dit is allemaal wat te klein. 2,95, daar ben ik nog niet aan toe. Maar ze moeten ze hier wel ergens hebben, want ze hebben er genoeg. Oh, wacht. Gevonden, hè? Kijk eens, een mooie Giugiaro design profieltje. Ja, dat staat wel leuk op mijn auto, denk je ook niet? Ja, dan stond ik natuurlijk alweer met een setje zomerbanden in mijn handen. Maar ja, de nachtvorst is weer terug, hè. En ik moet mijn maillot weer aan, s'avonds als ik ga slapen. Dus misschien moet ik toch even kijken naar winterbanden. Ja, verschil weten jullie natuurlijk. Kijk, dit is de zomerband, dit is de winterband. Andere rubber samenstelling, doet het beter onder 7 graden. Maar ook lamellen, en dat vond ik wel belangrijk om ook even goed te laten zien. Kijk, de zomerband, dicht profiel. En als ik daar op duw, ja, dan zie je dat hij maar aan één kant zeg maar, als het ware in de sneeuw hapt. Pak je de winterband erbij, zie je die lamellen zeg maar, als het ware vormgegeven. En als ik die zeg maar, plat duw, in een bocht bijvoorbeeld, en dan zie je dat hij betere grip gaat krijgen. Ja.
oog op de veiligheid, hè? Niet alleen die van mij, maar ook die van jou als medeweggebruiker. Toch maar een setje winterbanden meenemen. Ja, en met die Vredestein is ook geen verkeerde keuze, want die zijn al 2 achter elkaar testwinnaar. Oranje boven, super. Nederlands product, daar zijn we trots op.